Het is nu de tweede klilles die ik meemaak en die zit inderdaad heel goed in elkaar. Heel interactief. We krijgen ook altijd een bundeltje mee, waar dat wij Engelse woordjes in vinden, waar dat we mee kunnen babbelen in de les. Ze leren dan ondertussen nog Engels ook en de verschillende termen, dus ik denk dat het wel leuk is voor die kinderen. Tijdens de lessen voorziet de leerkracht ook altijd filmpjes of zo, waardoor de les wel boeiend wordt. Die zijn ook altijd in het Engels. En op basis daarvan maken we dan oefeningen en leren we daar dus uit. Wat ik ook positief vind, is dat in het eerste jaar aardrijkskunde in het Engels wordt gegeven, omdat die drempel misschien wat minder groot is voor de kinderen om dat te willen volgen in het Engels. Ik vind aardrijkskunde zelf saai, maar omdat het in het Engels is, is dat wel leuker. Ik vind het ook wel leuk om aardrijkskunde in het Engels te krijgen, omdat we dan ook al een beetje weten hoe dat is. Voor het geval dat je bijvoorbeeld later in het buitenland gaat studeren. Ik vind dat de kinderen er wel enthousiast op reageren op deze lessen. Omdat ze toch op een andere manier met aardrijkskunde omgaan en op die manier met Engels in contact komen. Nodigt uit tot luid op praten. Aardrijkskunde zelf vind ik niet zo leuk. Dus, maar door klil maakt het de les wel interessanter. Ik denk ook dat aardrijkskundelessen minder zwaar zijn dan dat ze alleen in Nederland zouden gegeven worden. Dus daardoor komen ze ook liever naar die lessen. Het is een goede manier om natuurlijk Engels te leren of een andere taal te leren. Omdat je heel de les eigenlijk zo in een andere taal spreekt. Ze krijgen woordenschat te horen die ze daarvoor misschien nog niet kenden. Of ze leren het op een andere manier toch aldoende gebruiken. Het is niet zo een saaie woordenschatles van ik moet een woord studeren en ik moet het volgende woord leren onthouden. Ze zijn met een les bezig, ze zijn met foto's bezig, ze zijn met een filmpje bezig. En die woorden die ze dan binnenkrijgen, blijven ook op die manier, denk ik, iets langer hangen. Je merkt ook dat sommige kinderen wel al een betere Engelse achtergrond hebben. Dat die meer aan bod komen, dat die meer durven antwoorden. Andere antwoorden ook wel en die antwoorden dan eens in het Nederlands, dan eens in het Engels. En dat maakt het ook wel leuk en zo leren ze de Engelse woorden ook juist uitspreken in de klas zelf. Klil is tof, want voor klil kon ik nog niet zo goed Engels, maar door klil is alles maar beter geworden. Ik vind het ook wel goed dat de kinderen daar niet op worden gecoteerd. Ze mogen proberen en lukt het, dan lukt het en lukt het niet. Dan worden ze geholpen en krijgen ze het Engels aangereikt door de leerkracht. Ik weet niet of mijn zoon vooruitgang gemaakt heeft in aardrijkskunde. Wel in het Engels en ik heb al gezien dat bij het gamen heel goed van pas komt. Dat er minder gevraagd wordt van mama, kom eens kijken, wat bedoelen ze hier? Dat ze nu al sneller op de computer een plan kunnen trekken, dat ze al beter verstaan wat er in het Engels gevraagd wordt. Je merkt wel, als ze meezingt met de radio, dat het niveau van haar Engels duidelijk verbeterd is. Ik zou zeker terug voor klil kiezen. En het is vooral Jelle, mijn zoon, die daarvoor gekozen heeft. Omdat het voor hem ook een uitdaging was om op een andere manier aardrijkskunde te leren en daardoor ook nog iets extra bij te krijgen. Dat vak Engels dat anders op deze manier toch nog niet direct in het eerste jaar aan bod komt. Het is een uitdaging en iets waar ze dan wel, denk ik, voor openstaan en meer uit leren. Omdat ze geprikkeld worden door iets dat voor hen toch wel interessant is. Dat op tv ook heel veel voorkomt dat ze op spelletjes Engelse woorden krijgen en dat ze op die manier toch wel sneller met iets geprikkeld worden dat voor hen interessant is. En prettige bijwerking ook is dat haar interesse voor Engeland ook wel gewekt is. Dus dat ze echt wel interesse toont ook over de cultuur van het land en dergelijke. En dat is wel fijn om te zien.